Wat leuk dat je weer komt kijken bij een nieuw filmpje van Renske Creatief. Nou, ik heb weer wat nieuws binnen. Het Addie-ei, of de Addie-egg van Addie. En dat is een punnikmolen. Nou, ik heb al vaker punnikmolens op mijn YouTube laten zien. En deze ga ik ook laten zien. Ik heb hem nog niet eerder gebruikt, dus ik ga samen met jullie kijken hoe die werkt. Nou. Even kijken wat erop staat. Er staan allemaal codes op. Dat die voor het maken is van een i-koord, oftewel een punnikkoord. En hier, hoe noem je dat, QR-codes voor naar de filmpjes te gaan erover. Nou, als we hem uitpakken, zien we. Dat het Addie-ei erin zit. Nou, waarom heet hij een ei? Omdat hij aan de bovenkant eruit ziet als een eitje. Dat is hem. Dan zit er een naald in. Een boekje in. Pootjes en het gewichtje die nodig is. Nou, wat sowieso wel opvallend is, is dat dit een punnikkoord van 6 draden is. De meeste punnikmolentjes hebben er 4. Nou, er zit ook het beugeltje. Die moet er hier op. Kijk, die klikt er zo op. Dan klikken die er, denk ik, hoppakee, in. Klik. Kijk. En nu kan je hem draaien. Nou. Dan pakken we het boekje er even bij. Nou, het in elkaar zetten heb ik gedaan. En dan staat er hier hoe je het verder moet doen. Even kijken, hoe gaat hij open? Ja. Oh, klikken. Dat is belangrijk. Dan zeggen ze, pak de draad. En ik heb hier een draad. En die stop je er hier doorheen. Oeps. Handig zo'n draad die splitst. Kijk. Heb eens. Even een stukje eraf. Die stop je erin. En ik ben door het weer enorm statisch, zoals je kan zien. Nou, heerlijk dat statische. Dan doen we het gewoon zo. Hoppakee. Die halen we er doorheen. Dan doe je het gewichtje eraan. Het gewichtje eraan. Zo. Dan ga je de eerste pakken. De volgende sla je over. Dat is net als met de grote breimolens. Voor het opzetten is dit. Dus je pakt naaldje 1, 3 en 5. En de andere sla je over. Zo. Ja. En dan kan je rustig aan, niet te snel willen, gaan draaien. Nou, wat je nu kan doen is hem sluiten. Hoppakee. En draaien. Rustig draaien.
kijken. Nou begint er iets te komen. Even eraan trekken. Dan gaan we even iets draaien. Dat ik hem net wat lekkerder eraan kan draaien. Zo. Kijk, nou gaat hij lekker. Ik heb het gewichtje eventjes over de rand van de tafel gehangen. En dan gaat hij beter. Oeps, handig zo'n gewichtje. Kijk, nou begint er wat te ontstaan. Nou, dan ga ik het gewichtje weer even verplaatsen. Moet hij wel over de rand van de tafel hangen. Kijk, en nou zie je dat er echt een I-koord ontstaat. Akkoord. Nou, ik vind hem wel fijn werken. Het is wel even wennen en je moet niet te snel willen gaan. Maar op deze manier heb je een mooi punnenkoord, een I-koord. En hiermee kan je van alles maken. Maar je kan het bijvoorbeeld ook gebruiken als opzet voor je breiwerk. En dan heb je een hele mooie rand. Ik doe ook wel eens met een I-koord afhechten. En het starten is gewoon op deze manier makkelijker dan wanneer je het met de hand breidt. Nou, ik ben heel tevreden over het apparaatje. Ik hoop dat jullie wat hadden aan deze review. Ik wil je bedanken voor het kijken. En ik hoop tot de volgende keer.